Dit is hier dan de fiets van Liedewij Welten. Geen onbekend ding, hè, voor jou, tenminste, een fiets. Nou ja, hij is mooi, hè? Mag je houden? Nee, volgens mij niet. Maar hij is wel voor nu is hij. Nee, het is wel te gek dat we dit eigenlijk allemaal op de fiets gaan doen. Ik hoor een klein schorretje op je stem, klopt dat? Ja, hoor je dat? Nee, dit is gewoon mijn stem. Nee, ja, ik ben een beetje schor, ja. Hoe komt het? Ja, toch wel een beetje feest vieren, schreeuwen en doen. Hoe heeft het feest eruit gezien de afgelopen dagen? Nou ja, we hadden vrijdag natuurlijk de huldiging in het Holland Heinekenhuis, wat op mij schaaf was. Het was even zuur vrijdag voor ons, maar we hebben het uiteindelijk wel kunnen omzetten en toch weten te vieren. Dus ja, dat was een heel mooi feest met alle Hollanders die daar waren en onze familie en vrienden natuurlijk. Dus ja, dat was heel gaaf. En dan kom je in Nederland, ga je in Polonaise de rij over. Dan ga je daarna weer naar Den Bosch of ga je naar Valkenswaard? Naar Den Bosch. En eigenlijk gewoon rechtstreeks deur dicht en naar bed bijna. Oh, echt? Ik denk, die zijn nog wel naar het Pumpke geweest of zo? Nee. Gisteren heb ik niks meer gedaan. Ik heb even bijgeslapen, dat was wel even nodig. Dus ja, ik was daar wel even aan toe. En nu naar de koning en de koningin. Ja, je kent ze. Mag je al ze met de voornaam aanspreken? Nou, zover is het nog niet. In ieder geval, dat zou ik zelf niet durven. Maar ja, we hebben ze natuurlijk ook in Rio gezien. En ja, onwijs gaaf hoe zij ook sport beleven. Dus ja, ik ga er echt van genieten en gaaf dat we daarheen gaan. Hoe vond je dit weer? Ja, je staat nu niet op het podium. Dat heb je natuurlijk wel gehad. Hoe vond je dit? Zit dat nog diep of valt dat al mee? Ben je puur aan het genieten? Dubbel, ja, het zit er nog wel. Het is, ja, natuurlijk baal ik nog steeds. Zeker als je dan, weet je wel, die speeches hoort waarin iedereen zegt hoe goed we waren en dat net niet halen. Maar ja, het wisselt af tussen balen, maar met name vind ik ook dat ik hiervan moet genieten, want uiteindelijk is het toch een prestatie. Ik zag alleen maar tweets van de hockeydames, proud of this team, trots. Iedereen was ontzettend trots. Jullie hebben dat razendsnel omgezet, die teleurstelling in die trots. Was dat twitteren en dat tegen elkaar zeggen en in veel interviews zeggen, was dat ook een hulpmiddel om dat snel om te buigen? Nou, dat was meer echt het gevoel. Het is niet dat ik denk van ik moet dit zeggen, zo, want dan voel ik me beter of dat klinkt goed. Als je kijkt hoe wij deze spelen zijn doorgekomen en hoe wij een kwartfinale hebben gespeeld met 8 man... vervolgens naar een halve finale die moeizaam is. En uiteindelijk hebben we echt gewoon de beste wedstrijd voor het einde bewaard. En waren we gewoon echt onwijs goed. En dat maakte me gewoon echt trots. En ik denk dat iedereen dat gevoel gewoon had. Dadelijk de koning nog. En dan, waar verlang je dan het meest naar? Weer naar dat bed of toch naar een frikandel speciaal, een biertje of iets sterkers? Nou, ik heb gisteren wel lekker sushi op. Daar had ik wel zin in. En vanochtend avocado met een zacht gekookt ei. Daar had ik ook heel erg zin in. Ja, wat ga ik doen? Nou, we hebben dadelijk nog de huldiging van de bond. Dus we hebben vanavond nog een gezellige avond met het hele team. En dan, heel klein biertje. Heel klein biertje, denk ik wel. Als mijn stem het aan kan, dan klein biertje.